nieuwe onderkomen voor VMBO en MBO-scholieren in Winschoten. De campus tegenover het station vordert gestaag. Maar de luchtbehandelingskasten op het dak lijken wel gebouwen op zich. Dat kan zo niet, vindt de welstandscommissie die toezicht houdt op nieuwbouwprojecten. De architect moet nieuwe plannen voor de kasten maken. Om te zorgen dat ze zodanig in het gebouw geïntegreerd worden dat het wel toelaatbaar wordt. Daar zou je nu een ontheffing voor kunnen verlenen en in de nabije toekomst het ontwerp bestemmingsplan daarop aanpassen. Of we dat ook willen, dat hangt natuurlijk van de visie van de welstandscommissie af. En dat is een belangrijke club voor onze gemeente. Dus de architect heeft nog wel wat te doen. Het is alsof er een duikboot bovenop het dak van het nieuwe onderkomen van de Winschoten scholengemeenschap is geplaatst. Hoe kon dit nou gebeuren? Nou ja, wij als gemeente verlenen een vergunning en kijken vervolgens of er langs die vergunning wordt gewerkt. Dat is niet zo. Hoe dat kan is eigenlijk een vraag die u aan de architect moet stellen. Wat ik van de architect heb begrepen is dat hij heeft onderschat dat deze nieuwste technieken dit soort grote kasten met zich brengen en dit soort blikvangers worden. Eind volgende week presenteert de architect een mogelijke oplossing. Is de gemeente daarmee niet tevreden, zal de installatie in zijn geheel verwijderd moeten worden.